Vertel verhalen, lees ze zelf en geef ze door. Vertel verhalen, uit het hoofd of lees ze voor. Het nieuwe jaar begint al meteen goed, namelijk met een uitreiking van de Broadway in Hollywood TV Award 2018. En die gaat precies zoals jullie gestemd hebben naar de Efteling musical De Sprookjesprokkelaar. En wij zijn vandaag in Schouwburg Amstelveen om deze uit te reiken aan de cast. U bent de Sprookjesprokkelaar. Ik ben Sterre. Aangenaam. Vertel verhalen. Daar staan we dan in de gang van de Schouwburg Amstelveen. Tijd om de award uit te reiken aan cast en crew. Kom mee. Dames en heren. Daar zijn ze hoor. Daar zijn ze. Ah, kijk eens aan. Ja, nou, lieve cast van de Sprookjesprokkelaar. Ik heb wat voor jullie. Oh. Ik heb een Broadway in Hollywood TV Award voor beste jeugdvoorstelling. Die jullie afgelopen jaar gewonnen hebben. Aan wie de eer om hem van mij aan te nemen? Aan de Sprookjesprokkelaar. Ja, nou. Geweldig zeg. Bam! Ja. We zijn er super blij mee, denk ik, hè? Ja, heel bijzonder. We zijn heel erg trots op deze voorstelling en we krijgen jong en oud zitten in de zaal. En we merken iedere keer hoe ontroerd en hoe mooi ze het vinden. En dat is het mooiste wat er is om ze dat verhaal te vertellen. Dus ontzettend bedankt! Geweldig! Bedankt! En voor jou nog in een van jouw laatste speelweken nog zo'n bekroning. Ja, het is heel bijzonder dat we zo'n prijs mogen winnen. En ik denk ook voor dit prachtige product. Waar nog iedereen die niet geweest is naartoe moet. Want ja. Het is echt heel mooi. Nee, het is echt te gek. Dank jullie wel. Het is heel bijzonder. Ja. En tot slot wil nog een van de kinderen een dankwoord uitspreken. Natuurlijk. Ja, nou, ik ben echt heel erg blij mee. Ik had het eigenlijk helemaal niet verwacht. We zijn heel erg gelukkig. Heel mooi als cast. Dank jullie wel. Super. Maak er nog een mooie tournee van. Gaan we zeker doen. Tot in de theaters. Doei.